Ik ben Anja Smolders. Ik ben geboren en getogen in Eersel. Ik woon hier samen met mijn man Jacques en onze zoon Jip van bijna 16 jaar. Toen we het pas gekocht hadden, toen zagen we eigenlijk al meteen de mogelijkheden die het huis bood. En ik denk, ja, daar gaan we daar doen, dat gaan we daar doen. Maar toen moest natuurlijk nog alles gebeuren. Dus toen hebben we ongeveer 5 maanden alles gesloopt. Echt, alles is eruit geweest, tot op het zand. We kwamen de stal, de groepen nog tegen. Een maand of 7 hebben we dan weer alles opgebouwd zoals het nu is. Ik noem onze woonstijl eigenlijk een beetje landelijk strak. Want je ziet toch wel wat landelijke elementen, zoals de oude potten, het hout natuurlijk. Het industriële vind ik ook echt helemaal geweldig. En daar zie je eigenlijk voornamelijk terug in het staal wat in het huis verwerkt is. Maar ook het staal wat terugkomt in de keuken. En dat vinden wij eigenlijk een hele goede combinatie. Wij vinden het echt heel erg fijn om 1 grote open ruimte te hebben, maar natuurlijk wel met een scheidingswandje hier en daar en doorkijkjes. Om het toch wel een beetje gezellig te houden. Want 1 hele grote open ruimte zou voor ons ook niet werken. Een item wat wij nooit meer weg zouden doen, dat is het antieke kozijn. Wat we eigenlijk tussen de woonkamer en de keuken geplaatst hebben. Dus ook echt een eyecatcher in ons huis. Wij hebben gekozen voor deze materialen in de keuken omdat wij toch de stoere uitstraling wilden hebben. Mijn man zei altijd meteen van ik wil echt een oude robuuste keuken van een echt gebruikte planken. Waar je kunt zien dat er een verleden in zit. Dat is ook echt zo. Het komt uit een oude boerderij en een oude schuur. En daar hebben ze toch iets heel moois van kunnen maken. Maar juist de combinatie met hout, staal en het natuursteen. Ja, vinden wij echt geweldig goed gelukt en ja, daar zijn we ook apentrots op dat we dit zo gekozen hebben. Toen wij de keuken uitzochten, wisten we eigenlijk al meteen welke apparatuur we erin wilden. Ik wilde wel gewoon een grote inductieplaat, want ik hou echt van lekker koken, dus ik moet veel pannen kwijt kunnen. De oven, ja, die sprak ons eigenlijk meteen aan omdat dat deurtje dan zo mooi erin schuift. Wij vinden het gewoon een heel mooi apparatuur. Dus zodoende zijn we bij Neff uitgekomen. Voor de mensen die nog een keuken moeten kopen of ontwerpen, kijk eerst goed naar welke apparatuur dat je wil en bouw daaromheen je eigen keuken. Probeer niet standaard te denken, maar ja, teken zelf een keer iets en dan zul je zien dat het vaak heel erg goed uitpakt.